We hebben ons als natie ingezet om het tij te doen keren. Dankzij de effectieve maatregelen en de handhaving daarop is het aantal besmettingen enorm gedaald. Gelukkig. De bezettingsgraad in de ziekenhuizen en de intensive care vertoont eveneens een sterke daling. Met genoegen zeg ik dus ook deze keer dank aan elke Surinamer die zich nationalistisch heeft opgesteld. Met uw gedrag zorgt u ervoor dat er steeds betere tijden komen. We zijn er echter nog lang niet. Derhalve roep ik aan ieder op. Houdt u zich aan de regels. Vanaf maandag 28 september tot en met zondag 11 oktober gelden de volgende maatregelen. De algemene maatregelen blijven van kracht. Draag uw mond- en neusbedekking. Neem de van 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten COVID-afstand, altijd in acht. Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik een hand sanitizer. Maatregel nummer 1. Het uitgaansverbod is ingesteld van 21 uur, dat is 9 uur 's avonds, tot 5 uur in de ochtend. Deze aanpassing is mede tegen de achtergrond van de heropstart van de middag- en avondscholen. Buiten de tijden van het uitgaansverbod gelden de volgende maatregelen. Maatregel nummer 2. Het samenscholingsverbod is geldig voor groepen groter dan 10 personen. Het is verboden feesten met inbegrip van huisfeesten te houden. Geachte dames en heren, hiervoor zullen geen dispensaties worden verleend. Maatregel nummer 3. Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn toegestaan uitsluitend indien en voor zover niet meer dan 50 personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn. Maatregel nummer 4. Sportactiviteiten in de buitenlucht mogen normaal plaatsvinden. Onverkort blijft van kracht dat contactsporten niet zijn toegestaan. Maatregel nummer 5. Personenvervoer door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer. Maatregel nummer 6. Bordelen, bars, nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke blijven gesloten. Maatregel nummer 7. Restaurants en andere commerciële eetgelegenheden mogen uitsluitend ten behoeve van afhaal of bezorging open. Mits zij beschikken over terrassen in de openlucht. Verder zijn opengesteld recreatieoorden, casino's, gok- en vermakelijkheidsgelegenheden, kansspelkantoren, sportscholen, yoga, dansscholen, aerobics, zumba, sport- en fitnesscentra of gelegenheden, contactberoepen zoals fysiotherapeuten, kapsalons, kappers en barbershops en markten. Dit alles volgens de geldende protocollen met inachtneming van de COVID-maatregelen. Maatregel nummer 8. Met betrekking tot de internationale vluchten. De grens via de lucht is uitsluitend geopend voor rechtstreeks personenverkeer uit Nederland. Hierbij gelden de volgende voorwaarden. Het kunnen overleggen van een negatieve COVID-19 test. Verplichte quarantaineperiode van 10 dagen na aankomst. Maatregel 9. Vluchten naar het binnenland worden hervat onder naleving van de protocollen en na doorlichting van de luchthaven Zorg en Hoop. Structureel komen diverse sectoren weer op gang. Dit proces kan alleen goed verlopen als een ieder zich houdt aan de regels en voorschriften. We zijn de gezondheidswerkers zeer erkentelijk voor hun bijdrage en zorg. Voor alle andere sectoren spreken wij een woord van bemoediging uit naar werknemers
en werkgevers. Volk van Suriname, we gaan het samen doen. Voor ons allen. Voor onze kinderen. Voor ons geliefd land Suriname.